In aflevering 8 van Super Mario Bros. Wonder is het de beurt aan Daisy. Daisy komt behoorlijk wat hoppycats tegen. Ze kan met een nieuwe badge hoger springen dan iedere ander. En we komen volgens mij terecht in een geheim gebied. We zijn weer terug in de tulpenkust. Vanaf hier moeten we denk ik naar de volgende wereld, toch? Oké, koningszaadje. Die hebben we dus in de vorige aflevering gehaald. Als je die nog niet gezien hebt, ga hem even kijken. Oh, en doe gelijk natuurlijk even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. Doe je ding. Tijd om een van die piranjewolken te verdrijven waar Bowser zich achter verstopt. Oké, daar is het koningszaadje die we in de vorige aflevering hebben gefixt. En ik denk dat nu die blauwe weggaat. Die blauwe piranjaplant. Ja, die gaat nu weg. Die is verdwenen. Dan moeten we er nog 4. En dan kunnen we het opnemen tegen Bowser. Bowser is ook een kasteel geworden. Laten we doorgaan op naar... de goudgebergte. Bovenaan die watervallen daar is vast een koningszaadje te vinden. We beginnen hier op de kust, denk ik. Deze keer is de beurt aan Daisy. Dit is een badge test. De dolfijnslag 2. Druk onder water op R of schud controle voor een korte snelheidsboost. Oké, is goed. Ja, dit hebben we volgens mij al een keertje gedaan. Eens even kijken. Eerst even een beetje groter worden hoor, deze. Let's go, dwars door die blokken heen. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed, we moeten gewoon lekker doorzwemmen. Dat ging inderdaad maar net goed. Kom maar deze. Ik denk dat we heel snel moeten zijn. Het ziet er gevaarlijk uit allemaal. Oké, hier wacht ik wel heel even. Ja, cool. Dan moeten we boven. Dit gaat bijna mis. Dit was best nog lastig om dat bloemetje te pakken. Ik ben ongeduldig. Ik ben net ook al nog een keer dood gegaan hier, omdat ik te ongeduldig was. Oké. Dus, heel hard zwemmen. Wow. Ja, zo kan het dus blijkbaar ook. Gewoon heen en weer. Oké, we moeten dus even rustig aan doen. Even kijken waar we naartoe moeten. We moeten hier naar boven. Ja, en dan moeten we ook naar links. Ja, hier is ook een teammuntje. Dan moeten we even nog een rondje maken, denk ik. Ja, want anders gaat dat niet goed komen. Ja, aan de binnenkant blijven. Dat is het snelste. En nu kunnen we hier naartoe. Yes, cool. Oké. Wat is hierboven? Hierboven is nog iets. Waarom zit daar een bloem? Waarom ben jij daar? Hallo? Neem je tijd dat je er klaar voor bent. Dankjewel voor de goede tip. Waar moeten we naartoe? Niet hier naartoe! Nee! We moeten gewoon buitenom gaan. Niet daar naar het midden. Ja, of nu. Maar nu kan ik er niet daar doorheen. En daar is de volgende teammunt. Ik heb power-ups nodig. Wat is dit? Nu kom ik boven terecht. Ja, maar ik heb power-ups nodig. Ik moet die derde teammunt pakken. Maar ja, deze heeft wel de eerste wonderzaadje gevonden. Ik ben echt dom. Ik kon er natuurlijk gewoon doorheen zwemmen. Hier, ik kon gewoon keihard zo zwemmen. Zwemmen. Dan kan ik er natuurlijk gewoon doorheen boosten. Jongen. Ter land en ter zee. Ja, misschien moet ik dan de dolfijnslag badge toch maar gebruiken. Het is weer een Wiggler race hoor. We moeten weer gaan racen met een Wiggly Waggly. Let's go Daisy, dit kan jij. Oh my god. Ja, ik moet dus wel even gewoon lekker gaan boosten. Oké, dan moeten we hierin. Ja. Oké. Goed opletten dat ik geen 10 muntjes mis ergens. We gaan even hier omhoog. Ja, cool. Oké. Kan ik hierin? Nee, oké. Dan gaan we gewoon rennen. Waar zijn die 10 badges dan? Waar zijn ze dan? Ik zie ze helemaal niet. Ze zijn verstopt. Ze zijn echt zwaar verstopt. Ze zijn echt heel erg verstopt. Zijn er überhaupt wel 10 badges? Of moet ik gewoon keihard rennen en... Oh my god, die wikkeler die gaat in één keer heel hard. Niet zo snel gaan, vriend. Oké, wat zijn dit voor gekke, stekelige zeekomkommers? Waar is Wiggler? Wiggler die heeft zijn eigen route genomen, volgens mij. Wat is dit? We hebben gewonnen. Volgens mij zijn er geen 10 badges hier. Of 10 muntjes natuurlijk. Oké, doei Wiggler. Leuk dat je er was. Dankjewel dat je even zo'n zaadje voor me haalt. Super lief. Dankjewel. Woehoe. Kijk, we kunnen weer door naar het volgende stukje. Toch, Floriannetje? Ja, deze had geen 10 muntjes, joh. Dacht al. Ik kon me niet voorstellen dat ik er 3 had gemist. Stormwolken boven zee. Wat is dat voor een gekke schildpadbeest, joh? Dus deze wolken die zijn flink aan het stormen, aan het regenen. Dan hebben we hier van die hele leuke beestjes. Die kunnen we gewoon zo eventjes zo hier naartoe laten gaan. Die kunnen ons dan een beetje helpen. Oké, we kunnen hier naar boven. Oké, daar is een 10 munt. Die moeten we denk ik zo kunnen pakken door te sprinten. Yes! Oké. Ik neem even die Koompa Troompa mee. Wat ziek idee. Kunnen we hier naar beneden? Oké, hier zijn even wat vragen. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Hebben we hier ook dan die badge voor nodig? Dat we sneller kunnen zwemmen of zo? Zo, de dolfijn badge. Gaan we eens even koekeloeren of dit dan wel lukt. Ja, kijk, dit is de truc. Potverdikkie, waarom krijg ik dan die niet als aangeraden badge? Want er staat altijd welke badge aanraden. Maar
Zonder deze badge kan je die dus niet halen. Laat me eerst deze maar even pakken dan. Misschien is hier trouwens nog wel meer ook. Zie je nog iets? Ja, daar is zeker wel iets. Kijk maar. Als ik dit zo doe... Oké, gewoon muntjes. Dan zijn we nu halverwege, denk ik. Kan ik hier bijvoorbeeld in die buis? Lijkt me wel dat ik daarin kan, namelijk. Ja, oké. Okay. Ja hoor, en hier moest ik ook daadwerkelijk in. Wat ziek ideetje. Leuk hartje. Heel gezellig. Wat een liefde. Dan moet er ergens nog een wonderzaadje te vinden zijn. Waar zou die zitten? Hierboven ergens misschien? Zou dat kunnen? Hier? Ja, hè? Ja. Jeetje, we vliegen keihard omhoog. Samen met allerlei Koopa Paratroopas. Oké, en er is een... Oké, ik dacht dat de bliksem al voorbij was, maar hij moest nog komen, verdorie. Oké. Pikachu, doe rustig. Hou jezelf kalm, ontspan jezelf. Daar gaat die bloem ook. Oké, hier is een sterretje. Die ga ik sowieso even nu pakken, denk ik. Dat is wel lekker. Oké, ik dacht misschien kunnen we dan alles kapot maken, maar dat gaat niet. Hier is nog een sterretje. Gaan we ook maar eens even pakken. Kunnen we in ieder geval de paratroopas slopen. Daar is er nog één. Lekker dit. Dit is heel chill. Wee. Wel een beetje zielig voor de Koopas hoor, moet ik eerlijk toegeven. Ik vind het wel een beetje sneu. Maar goed, we hebben het wonderzaadje gevonden. En hoppakee, en dan springen we rustig hier in de vlaggenstok. En dan is het een vlaggenstokje geworden. Van deze. Ook weer gehaald. Dit was best wel een lang level. We hebben 8 wonderzaadjes nodig van die oranje zaadjes. En we hebben er genoeg, want we hebben er al 13. Ja, jongen. Ga maar weg, enge plant. En dan kunnen we dus de derde wereld daadwerkelijk gaan betreden. Het goudgebergte. Wow, oké. Wow, dit ziet er super spacend uit. Dit is professor Poplin, die wil ons verwelkomen. Poef, zegt hij. Ja. Dit ziet er heel erg Minecraft-achtig uit, man. Wow, yo. Dit is een ziek... vierkant gebergte. Florian, ben je blij? Ik heb gehoord dat er boven aan de watervallen een koningszaadje te vinden is. Ja, weer helemaal aan het einde natuurlijk, hè. Dit is het huis van professor Poplin en die heeft een schatkist voor ons. Bij onze gulden watervallen wachten jullie een overvloed aan uitdagingen en beproevingen. Zijn jullie er klaar voor? Zet je dan scherp. Kunnen we dat grondige testen ook overslaan en gelijk het koningszaadje meekrijgen, zegt Florian. Nee, regels zijn regels. Zelfs voor prinsen. Alleen wie de proeven aan kan, heeft recht op, het koningszaadje. Oké, dus hij kan het hier aan ons geven, het koningszaadje. Maar hij zegt, nee, jullie verdienen het niet. Er zijn hier niet eens problemen, blijkbaar. Maar we moeten het toch gewoon verdienen. Waarom doet deze professor zo moeilijk? Is het niet oké? Ik bedoel, we zijn hier om de wereld te redden. Wil je ons niet helpen om de wereld te redden? We hebben geloof ik geen keus, zegt Florian. We zullen de proeven moeten doorstaan om de top te halen. Nou, dat gaan we dan maar doen. Ja, er zit niks anders op blijkbaar. Kijk, we kunnen er sowieso hier al één kopen. Hij heeft geen nieuwe badges voor ons. Maar misschien wel nieuwe verrassingen. Lekker. Oh, ik heb nog maar 2 Toadettes gewoon. Ik heb nog bijna niks van Toadette. Wow, de gele olifant Toad. Die hadden we al, de hurkende Mario. Hebben we deze ook al? Nee, de boor Luigi nog niet. Ik ben wel benieuwd naar die boor. Die hebben we nog niet gezien. Ik krijg nu weer allemaal dubbelen. Als ik nu nog één keer een dubbele krijg, stop ik ermee. Oké, we stoppen ermee. Wat is dit vraagteken, joh? Onzichtbare geheimen? Dit is een speurtocht. Oké, maar wat moeten we zoeken dan? De wondermunten. Ja, alles is goed. Met jou? Ik ben op zoek naar wondermunten. Kunt u mij vertellen waar... deze wondermunten zijn. Blijkbaar kunnen we een soort van omhoog. Oké. We gaan het op die manier doen. Oké, kan ik hier springen? Ja, ik kan hier. Dan moet ik nu nog verder omhoog denken. Dan is daar de volgende wondermunt. En waarschijnlijk hier... die kan ik gewoon zo pakken. Oké. Kan ik gewoon verder... Hoe moet ik dan nu omhoog, jongens? Hoe moet ik nu omhoog? Kijk, hier via deze kant. Oké. Ja, en dan is daar nu ook... daar is er nu een bewegend platformpje. Oké, is goed. Dank. Ja, top. Moeten we nog verder omhoog gaan? Waar gaan we helemaal naartoe, vriendelijke vrienden? Zal ik even deze sprong proberen? Oké, ja. Het was leuk geprobeerd, maar net niet gehaald. Kijk, we moeten met de waterval omhoog, want we moeten nog verder. En dan daar een watervalletje. We zijn er bijna. We moeten er nu nog eentje. Is dit hem? De volgende watervalletje? Waar moeten we naartoe? Hier zit de laatste, denk ik. Maar ik moet denk ik nog een platformpje of iets vinden. Nou ja, ergens zit echt iets verstopt. Waar, jongen? Waar? Ja hoor. Zo, ik heb hier echt veel te lang naar lopen zoeken. Jeetje, die zat goed verstopt. Potverdikkie doos. De proef van de hoppycats? Oké, wat zijn de hoppycats? Dit zijn hoppycats. De hoppycats kunnen we bouncen. Die is gelijk bang. Zo, maar die beginnen pas te springen als ik ook wat doe. Die springen als jij springt. Oké.
Daar is niks, hè? Is hier iets? Waarom zouden ze daar een gat maken? Oké, maar nu kan ik ze dus niet verslaan. Ah! Ga jij maar even naar boven. Ga jij ook maar even naar boven? Ga jij maar nog verder naar boven? Gaan jullie allemaal nog maar verder naar boven? Oh, man. Oké, lastig. Ja, dankjewel voor deze pandenstoel. Die had ik even nodig. En door. En nog verder door. Daar is een 10 muntje. Die kunnen we gewoon pakken. Die kunnen we gewoon zo. Lekker een beetje. Oh my god. Ik word gebelazerd als een malle. Ik moet echt zo erg oppassen. Overal waar je springt. Die komen daar dus uit die buizen. Ik weet niet of ik hem had moeten schieten. Misschien had ik die nog nodig. Ja, die 10 munt hebben we te pakken. Oef. Ik weet niet of je zo snel moet zijn dat hij nog terug zou komen. Waarom? Ik wil trouwens wel heel graag eventjes hier naar boven of zo. Oh, wacht, dat hoeft niet, want ik kan hem misschien daar wel tegenaan laten springen. Ja, nice. Zo moest dat dus. Oké, deze in de speciale wereld. Kijk deze grote hoppie-pompie, jongen. Wat gebeurt er allemaal? Waar moet ik überhaupt naartoe? Ik moet naar boven? Precies, wat gebeurt hier? Dat is precies hetgeen wat ik me ook afvroeg. Ah, dit was zo'n domme sprong van mij. En ik ben nu mini. Oké, maar dan gaan we even... We gaan even onminien. Dan pak ik even maar mijn bellenblaas. Bellenblaas Daisy. Ik denk trouwens misschien... Kunnen we hier niet volgen? Nee, daar hoeven we niet naartoe. Oké. Oh, kijk, hier begint wel weer iemand te springen. Kijk hem gaan, jongen. Bam. Nog een keer. Bam. Lekker, joh. Lekker, joh. Zo, deze zijn echt mega groot geworden opeens. Hieronder is die. Lekker. Ga je pakken! Wat goed weer. Oké, en nu? Zijn we er nu? Ja, we zijn er. Ik had op mijn hoofd moeten springen. Ik heb wat gemist. Het derde 10-muntje heb ik gemist. Oké, spring. En door. Oké, dit is wel nice. Dit was wel een mooi sprongetje. Hé, hallo. Zoveel stekels en zo weinig angst. Jullie zijn ontzettend moedig. Poef. Wat is er, poef? Heb je dit voor mij gemaakt? Ja, maar wacht even. Ik moet nog een muntje. Het was ergens aan het einde van het level, denk ik. Want we hebben de derde gemist. Ik denk dat ik hier ergens niet heb opgelet. In dit supersonische gekke leveltje. Eens even kijken. Want bijvoorbeeld hier ben ik... Ja, hier ben ik... Dit heb ik dus overgeslagen, hè. Dit stukje heb ik overgeslagen. En precies daar is die. Oké, dat was niet heel moeilijk. Ik had gewoon beter moeten kijken. Dus er was een tussendoortje, een onbereikbare schat. Ja, dan moeten we dan nog maar eens zien hoe onbereikbaar dat ding is. Wat is het plan? Oh, oké. Kijk. Er zitten verborgen blokjes hier. Ja, 4. Waar zitten er nog meer? Hier zitten nog 3. Oh, en dan zitten er hier 2. Of 1. Ja, ook goed. Ah, dit was niet heel moeilijk, toch? Dit was niet heel moeilijk. Zo onbereikbaar was die nou ook weer niet. Ja, er valt hier ook nog een badge te verdienen, denk ik. Doei, plantje. De oplaadsprong. Hurk en laad jezelf op om hoger te springen dan normaal. Wat ziek idee. Zo, dat is inderdaad best wel hoog. Dat is wel nice. Wat ziek idee. En nog een keer. Wat ziek idee. Ja, dit is wel lachen, hè. Dit moeten we even wel goed timen. Zo. En dan... Ja, oké. Hoppa. Oh, ja, top. Nog één. Dan de derde nog. 1, 2, 3. Wat? Ja, lekker dit. Oké, deze moeten we ook even goed timen. Zo. Oké, ja, dit was niet de perfecte timing. 1, 2, 3. Ja. Zo, oké. Wel, ik had daar een extra pogingje voor nodig. Gun mij. Soms kan ik ook niet alles perfect doen, hè. Het lijkt misschien zo... Nee, oké, dan gaan we er gewoon niet van gaan. Het is gelukt. Daar houden we het op. En weer een nieuwe badge erbij. Hé, maar hier is ook nog een level naar links zo te zien. Ik ben wel benieuwd waar dat dan ook weer naartoe gaat eigenlijk. Het heeft professor Poplin jaren gekost om die geheime techniek onder de knie te krijgen. En jullie doen hem zo. De volgende ploeg zal je niet zo makkelijk afgaan. Ja, hij is een beetje jaloers, hè, die professor. Maar hier is een geheim level. De proef van de achtervolging. Die gaan we ook nog even doen. Een soort van verstoppertje is dit of zo. Waar moet ik naartoe dan? Wat gaan we doen? Ik ga even onder jou door. Ga ik even naar deze kant, ja? Oké. Dan ga ik even hier dit zo. En dan... Wat ziek idee. Die kapot maken. 10 muntje pakken. Wat gebeurt er als ik op jouw hoofd spring? Oké, dan kan ik jou meenemen. Ben jij hetzelfde als een koepaatje of zo? Ja. Oké, dan gaan we. Oké, die is weer verdwenen. Oh, maar hij komt wel weer terug. Kan ik in deze buis? Ik kan in deze buis. Oh ja, dan moet ik op tijd springen zodat hij tegen dat switchje aankomt. Dan heb ik een bepaalde tijd om dit te halen. Dat gaat wel lukken. Ik weet niet zo goed wat ik met hem moet doen. Moet ik hem pakken of zo? Of ik moet jou schieten, hè? Dat is het, denk ik. Ben jij nu weer weg?
Oh, wat? Hij komt weer tot leven. Ik wou hem eigenlijk kapot maken. Oh, wat? Hoe dan? Ik zag niet eens hoe ik doodging. Ik dacht dat ik iemand daar schoot, maar blijkbaar niet. Dan gaan ze springen. Dan ga ik nu springen. En dan, ja, dan heb ik hem nu verslagen, toch? Ja, kijk, en dan kunnen wij de wondere wereld in. Dit wou ik inderdaad. Wow, yo, wat gebeurt er met mij? Zo. Dit is lijp. Ik ben een of andere super jumpy guy. Dit is niet normaal. Bap, 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 bap. Bap, 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 bap. Dit is weer veel te grappig. Dit is weer leuk gedaan. Dus ik voel me ook gewoon vuurwerk nu. Het voelt best wel alsof ik zelf vuurwerk ben. Oké. Okay. Laten we hier naar boven gaan. Op die wolken. Ja, op deze wolken. En dan hebben we het wonderzaadje. Maar waar is de derde teammunt? Kan ik die nu nog halen? Of is het nu klaar? Nee, ik denk dat ik die nog wel kan halen. Gaan we in één keer doorspringen? Ja, ik ga heel even af. Ik wil het eventjes opnieuw proberen. Oh, ik had natuurlijk die badge ook bij me. Ik denk dus dat ik in één keer zo moet. En dan... Zo, ja, precies. Oké, okay, het was niet zo moeilijk. Het was niet zo moeilijk. Yes! Gouden vlaggetje, let's go! Oké, okay, dan zit het eerste deel erop. Oh, dan kunnen we hier ook nog verder naar boven. Moeten we hier naartoe? Is dit het deel waar we naartoe moeten? Nee, dit zijn nog extra proeven. Ik denk namelijk dat wij deze kant op moeten. Nou, weet je wat? Dat gaan we zien in de volgende aflevering waar we deze gouden bergen verder gaan beklimmen. Doe een duimpje omhoog, abonneer en dan zie ik je gewoon bij die video. Mazzel!